En we gaan verder. De Utrechtse burgemeester Dijksma doet er alles aan om nieuwe WK-rellen te voorkomen. Ze is aan het praten met jongerenwerkers, met buurtvaders, met leden van moskeeën. Gisteravond had ze een bijeenkomst om te kijken hoe ervoor gezorgd kan worden dat het niet opnieuw uit de hand zal lopen als Marokko weer gaat spelen. Morgenavond spelen ze tegen Frankrijk. En afgelopen weekend, op zaterdag, toen versloeg Marokko Portugal met 1-0. Toen ging het in Utrecht behoorlijk mis, in heel veel steden trouwens. Maar ook in Utrecht, met zwaar vuurwerk, werd er toen naar de politie gegooid en ook de ME moest ingezet worden. Dat wil Dijksma niet nog een keer. En daarom is ze nu dus in gesprek gegaan. Een deel van de aanwezigen vroeg de burgemeester ook om schermen en een geluidsinstallatie om er zo voor te kunnen zorgen dat iedereen dan op één plek kan gaan kijken. Nou, dat zag Dijksma niet zitten. Wel heeft ze gezegd dat ze het moskeeplein beter zal gaan verlichten en er ook voor wil gaan zorgen dat auto's niet meer eindeloze rondjes kunnen gaan rijden en gaan toeteren daar. Ja, het is afwachten hoe het vanavond of morgenavond verder zal gaan tijdens die wedstrijd. Ja. Denk je dat dit helpt? Minder rondrijden? Bij mij gaat het erom de hele hypocrisie waarmee we hier naar kijken. Want als Ajax kampioen wordt, ligt heel Leidseplein daar aan gort. Als Feyenoord kampioen wordt, is de hele Koolsingel gesloopt. Elke keer dat Feyenoord naar Duitsland gaat, is het weer drama. En nu lijkt het alsof het een soort Marokkanenprobleem is wat er nu gebeurt. Ik ken heel wat Marokkanen die het op een hele leuke manier vieren met elkaar, die echt feest hebben. En natuurlijk heb je altijd uitwassen als het fout gaat. Maar ik zou zeggen, als mensen dan vragen, geef eens een ruimte. Ja. Zet schermen, zodat we met elkaar op een leuke manier kunnen kijken. Ja, dan moet je daarin ook proberen te faciliteren. Maar je zou het natuurlijk ook kunnen zien als een voorbode op hoe moeten we nou omgaan met dat voetbalgeweld. Ja, niet alleen bij Marokkanen, maar bij allemaal verschillende... Hoe ga je met voetbalgeweld om? En dit is, ja, het is, je kan het op geen enkele manier tolereren binnen de Marokkaanse community wordt het ook strak verworpen. Ik ken echt mensen die, een moeder van een van mijn vrienden zei het laatst mooi, op deze manier hoeft het voor mij niet eens meer dat Marokko het goed doet. Dus men wordt daar in de community zelf wordt men daar ook heel erg moe van. Maar ja, at the end of the day moeten deze jongens gewoon, zodra het fout gaat, gewoon direct hard worden aangepakt, ja. Zodat er dan ook een signaal wordt aangegeven. En niet alleen als het om Marokko gaat, maar ook als het om gewoon lokale clubs gaat of whatever. Mm-hmm. We moeten alle voetbalhooligans. Alles wat met hooliganisme te maken heeft, ook al gaat het om andere mensen die demonstreren tegen de overheid, tegen vaccinaties, noem maar op. Alles wanneer je anderen hun spullen begint te vernielen, moet gewoon direct radicaal worden aangepakt. Daar ben ik wel voor. Dus, Helder.